maar Rashid, ik denk dat je tevreden mag zijn met deze organisatie. Zeker weten, ik ben zeker tevreden. De veldbezetting was gewoon zeer sterk. We hebben twee topclubs uit Frankrijk gehad, een topclub uit Duitsland, twee topclubs uit Nederland, TPP en FC Eindhoven, met wie we ook samenwerken om het toernooi mede mogelijk te maken. En natuurlijk de topteam FTA Antwerpen, die ook overduidelijk gewonnen hebben. Maar je stond toch maar lekker met Futsal Elegance Eindhoven in de finale? Ja, dat klopt, ja. Nee, kijk, het mooiste van alles is wat wij belangrijk vinden, is dat het een mooi toernooi is, dat het met respect naar elkaar toe gaat. En dat het gewoon veilig naar de spelers, scheidsrechters, organisatie is. Dat is nu al de vijfde editie wat gewoon super goed gaat. En wij zijn nogmaals gewoon zeer tevreden en met een mooi finale en mooi voetbal. Is het een opportuniteit om te zeggen van ja, we gaan nog iets groter gaan, iets meer teams? Of zeg je van nou, het is goed zo? Nou ja, kijk, je wil wel altijd groter worden en beter worden. Kijk, wij zijn beginnende en we hebben veel concepten gehad. We hebben gewerkt met prijzenpot, we hebben met knock-out systeem gewerkt. Nu hebben we gewoon een voorbereidingstoernooi georganiseerd om de teams het gevoel naar de juiste intentie te laten gaan naar het toernooi. Naar de competitie. En nou ja, goed, we gaan straks weer bij elkaar en dan gaan we kijken wat de volgende editie gaat worden.